Goedemorgen, dames en heren. We zitten hier zo naast de auto die wij deze week gaan doen. Het is niet zomaar een auto, hoor. Het is gewoon een hele dikke auto. Moet je eens even kijken. Mooie R8, natuurlijk. En wat we gaan doen, is hem volledig wrappen. En als ik zeg volledig, dan is het echt volledig. Deze kleur wordt het. Een soort van lichtere tint als een Arctic grijs. Zodra wij de binnenkant af hebben, dan gaan we met de exterieur bezig. Dit is van het ook al gedaan. En zelfs aan de binnenkant van de deur. En nu ben ik bij het laatste deel aangekomen van deze deur. En dan hoef ik eigenlijk alleen nog maar de knife en steepsel eraf te trekken. En dan is die volledig grijs aan de binnenkant. Deze kant gaat helemaal zwart. En natuurlijk de voorbumper. Ook een ding. Maar wel een makkelijke bumper, gelukkig. En de motorkap. De motorkap is echt huge. Van die kant naar die kant is die heel lang. Kijk, en voor degene die nog niet weet wat knife and steep is. Er zit een touwtje in, die trek je zo door de weg heen. Nou, dat gaan we nu gewoon doen. Het is het beste om in één keer helemaal doorheen te trekken. Nou, nu lukt dat niet omdat het mijn hand tegen de grond aankomt. Filmen en dit tegelijkertijd is een beetje lastig. Hier zo onderdoor. En hoppa. Kijk, je hebt hier. Dat vond Anja zo leuk, hè? Wauw! Nou, kijk. Oh. Hier, dus nu onze domme wrap die er zo af kan trekken. Die ga je ook niet meer zien. En dan trek je de knifeless tape. Zo. Nu maak ik daar een foutje. Zo. Zo. Multitasken, filmen en knifeless tape. Terugtrekken is niet echt een combi. Nu ga ik eerst even feunen. Ik zie dat. Zo. En dan kunnen we het aandrukken. Hier zit het. Is nog niet helemaal aangedrukt. Dus zo. En is die clean. Nou, dus nu als je kijkt, lijkt het gewoon op een grijze deur. Ah. Nou, we gaan dus nu ook bij deze doen. Very nice, very nice. Nou, nu ben ik even kapot, want dit is echt rugslopend. Maar dit betekent nu dat ik de binnenkant helemaal af heb. En dus we naar de voorkant toe gaan. Dus we gaan eventjes kiezen wat we eerst gaan doen. Damn. Hij begint af te raken. We hebben dit deel nu zwart gemaakt. Is ook wel erg mooi geworden. Kijk, de deur is nog wit, maar kijk. Dan heb je een groter gat.
Want lijkt het een groot gat. Zo begint het eigenlijk een beetje op een Chiron te lijken, hè? Zo met die... Nou ja, in ieder geval, dit is dus progressie voor vandaag. Lijkt op weinig, maar weet je, we hebben de binnenkant daar ook met het zwart gedaan. We hebben die afgemaakt aan beide kanten. Side skirts. Hoe je die plaat ook noemt, een achterscherm natuurlijk. En ja, de achterkant hebben we nou net niet kunnen aanraken, want het is nu 4:15. Dan gaan we die nog wel even doen. Het dak gaat ook zwart worden trouwens. Dat is een update geweest vanuit de eigenaar. De laatste dag dat hij hier kwam, ja, het dak gaat zwart. De deur gaat natuurlijk wel grijs. En ja. Een hele goede morgen. We zijn er weer. Nieuwe dag. Met de RF. De laatste overigens. De laatste dag. Handvaartje super clean. En de binnenkant natuurlijk, wat jullie al hebben gezien. We hebben de V10 alweer teruggeplakt. We hebben het Audi logo alweer teruggeplakt. En nu ben ik bezig met de spiegels. Deze zit er alweer op. Kijk eens even hoe clean. Ja. Nou, kijk eens even. Dat was een hele snelle timelapse van hoe je een spiegel monteert. Vanmiddag. Kijk. Lampje werkt mooi. De hele mikmak werkt. Kijk. Zit er mooi in. Ja, toch? Kijk eens even aan. Oeh, we zien hem nog niet helemaal. We zien hem nog niet helemaal. Oh. Nou, teamwork, jongens. We zijn vandaag bij een mooie dag. Erg warm ook wel. Zijn we nu bezig om de R8 review voor te bereiden. Nu is er ook de nieuwe auto al binnengekomen. Die staat ernaast. More coming soon. Tot volgende week. Die hebben we al eigenlijk vanaf maandag al gelijk. Die gaan we ook helemaal werken. En straks, dus als hij hier is, dan gaan we de roldeur omhoog doen. Dan gaat het boek natuurlijk eroverheen. Nou, dan moet hij nog eventjes wachten. En dan gaan Daan, zijn vriendin en mijn vriendin gaan het doek eraf halen. Om het even leuker te maken, zeg maar. En dan gaan we natuurlijk ook filmen. Wacht even op dat. En ik ga pas nu weer filmen als hij er is. Jullie zo. Nou jongens, we zijn aangekomen. Mink. Yo. Hoe voel je je? Heel spannend. Ja man. Ja, doe maar. Doe maar. Hij is in de auto, hij was zenuwachtig. Ja, natuurlijk, snap ik. Grote dag voor. Nou, hij staat nog onder de doek. Oh, dus er komt nog een tweede moment van climax, zeg maar. Wow! Oh. Oh, fucking
Hij zit helemaal. Ja, lijf. Weet je wat het voordeel is? Hé, kijk eens achterin. Heel vet. Ja, man. Hij is ook een bol. Wel, hè? Jij? Oh ja, voor een hele andere auto. Ja, dit is ook een puur. Ja, we maken dit lekker puur. Snap je wat ik bedoel? Ja, heel lekker werkt, hè? Ja, we kijken, man. Het vertekent mooi, hè? Je eer was de goede van mij. Ja, dat is hele goede, ja. Zo. Ja, vet. Dan moeten we zo hard van buiten. Nou, wat een kleur als je hem zo in het geel ziet, hè? Nou, ze gaan dus zo meteen weg en dan gaan we ook nog even een weggeeffilmpje maken. Weer geslaagd vandaag, jongens. Goed dat jullie hebben gekeken naar deze timelapses en video's. Ik vind het ook heel fijn dat jullie echt daadwerkelijk kijken, want ik kan natuurlijk terugzien hoe vaak het bekeken wordt en zo. Super fijn. En het is alleen maar motivatie weer om meerdere dingen te blijven doorgaan, et cetera. Dus goed dat jullie hebben gekeken en op weg naar de laatste clip, jongens. Later. Thank you.